In Brabant en Limburg wordt de laatste tijd door wilde zwijnen grote schade aangericht in het bouwland. Daarom werd er deze dagen een klopjacht op touw gezet. Uit heel Nederland waren jagers, journalisten en fotografen naar de Drunense duinen gekomen. Met hen zeker een 40 drijvers uit de omgeving en wij ook. Daar werd het krijgsplan uiteengezet door jachtopziener Aerts. Er werd medegedeeld dat er alleen op varkens geschoten mocht worden. Wilde wel te verstaan. Naar vossen of konijnen mocht men slechts kijken. Toen iedereen wist wat er van hem verwacht werd, ging men door de duinpannen op weg naar de stellingen. De jagers werden met tweeën geposteerd aan de rand van het bos op onderlinge afstanden van 150 meter. Aerts zelf gaf de nodige aanwijzingen en bepaalde het schootsveld. De geweren werden geladen met kogels, niet met hagel, want er zou op groot wild geschoten worden. Daar klinkt het eerste schot reeds. Nee, nog geen zwijn. Het is slechts een waarschuwing dat de jacht geopend is. De drijvers, gewapend met stokken waarmee ze op de bomen slaan, trekken het bos in. Ze jagen de zwijnen door het lawaai dat ze maken voor zich uit naar de plaatsen waar de jagers staan te wachten om te schieten. De spanning neemt toe. Muziek stil. Al het gedrijf en al het gewacht hebben echter niet mogen baten. De jagers kregen geen zwijn onder schot. Wij wel.